Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Sinds vorig jaar is Giel Bongers actief met Brabant Hop aan de Katwijkse baan in Wilbedoord. Afgelopen zomer gingen we met de lokale omroep Mil op bezoek bij Giel om meer te weten te komen over Brabant Hop. En onlangs had hij zijn eerste grote oogst. En ook daar was de lokale omroep Mil natuurlijk bij. Het hopveld aan de Katwijkse baan in Wilbedoord bestond uit zo'n 630 planten. Hiervan kan zo'n 150.000 liter bier worden gebrouwen. Bij mooi weer groeit een hopland zo'n 20 centimeter per dag. En dat tot een hoogte van 6 meter. Met een door hun zelfgemaakte oogstmachine scheiden ze de hop van de takken. Dit is de droge afdeling. Hier drogen we de hop, omdat de hop die we plukken, die bestaat nog voor 80% uit vocht. Ze wegen al niks, maar we gaan ze terugdrogen tot 10% vocht. Dat doen we door in deze vakken warme lucht doorheen te blazen van onderaf. En die nemen dan het vocht op en de vochtige lucht voeren we hier weer af. En daar zijn we ongeveer de hele nacht mee bezig. Elke 2 uur ongeveer roeren we de hop om, zodat weer de vochtige onder komt te liggen en de droge weer naar boven komt, zodat het gelijkmatig gedroogd wordt. En we na een uur of na een aantal uur hebben we gewoon de hop droog genoeg om ze te gaan verpakken. In de maanden juli en augustus verzorgt Giel Bongers ook rondleidingen om meer te weten te komen over de teelt van hop en de bieren die ervan gemaakt worden. Afgelopen zomer was daar veel belangstelling voor. Gezien deze grote belangstelling zullen ook volgend jaar in de maanden juli en augustus weer rondleidingen worden gegeven. En dan hebben we een zakje met hop. Zoals je kunt zien is de hop eraf. We zijn klaar met oogsten. Vanaf 5 september hebben we hier haast elke dag hop van het land gehaald. De planten helemaal naar beneden gehaald en in zijn geheel door de plukmachine gehaald. Zodat we alleen de bellen overhouden. En nu, bijna eind september, is het veld helemaal kaal. Kijkt het toch weer heel anders. Met planten is het toch wel mooier. Wilt u nu al meer informatie over Brabant Hop of de bieren die gebrouwen worden van dit Wilbredoordse hop? Surf dan naar de website www.brabanthop.nl. En na 6 weken na de oogst kan het eerste bier klaar zijn. En dan hebben we een echt Brabants hoppenbier.